Meneer Van Voort, uw taak is mij duidelijk, maar heb ik het nou mis dat u mogelijk per 1 januari 2010 130 euro gaat vragen per ieder doorgeplaatst liedje op een eigen website, of niet? Nee hoor. Dit is totale onzin waar we het nu over hebben, want daar gaat de discussie over en dan kunnen we daar nu mee stoppen. Nee, kijk, Buma heeft gezegd als individueel initiatief leidt tot het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, het aanbieden en het verspreiden daarvan. Ja, dat gebeurt dus, want ik plaats dan iets op mijn eigen website van een bekende artiest. Dat is dan het geval, toch? Ja. En daar moet ik dan 130 euro of meer of minder, maar in ieder geval geld voor betalen. Ja, als die... En wat doe ik dan? Dan plaats ik dat natuurlijk niet meer op mijn website, want ja, ik heb al genoeg aan mijn hypotheek. Nee, die keuze heeft u. Ja, natuurlijk. Nee, ja, gelukkig wel, zeg. Dus die keuze is er. Nee, precies. Maar, denk nou even met mij mee. Als we dat dan massaal gaan laten, dan... hebben die muzikanten toch minder publiciteit? Jawel, maar waarom zou er in dit geval niet betaald worden voor de creatie, terwijl in alle andere gevallen, als u een liedje downloadt... Nee, maar dat gaat over de discussie of u het eens of oneens bent. Maar u bent het toch wel met mij eens dat het gewoon feitelijk zo is dat een artiest dan minder publiciteit krijgt? Dat zal het mogelijke gevolg zijn, tenzij die artiest... Hoge woord is eruit. Meneer Van Voort, heel fijn dat u in de uitzending bent. Blijft u nog even aan de lijn. We gaan namelijk eventjes naar de reclame. En daarna ga ik ook in gesprek met alle luisteraars die gebeld hebben met 020-468-4x0. BNR. 18 minuten over 2. U luistert naar Pep Talk. Straks om 2:30 begint hier BNR Carrière met Petra Grijze. Hallo, wat ga je doen? Hallo. Je hoort het misschien al in het nieuwsoverzicht. Wij hebben cijfers opgezocht over de scholingsbonus. Dat is een speerpunt van het kabinet om ontslagen werknemers weer een kans te geven op een baan. En wat blijkt, kent helemaal niet veel animo onder werkgevers. Ik weet niet, Frederik, ken je die regeling? Dan kunnen werkgevers, die kunnen nieuwe werknemers aannemen die ergens anders ontslagen worden. Dan krijgen ze een bonus om ze te scholen. Maar dan moeten ze zelf ook geld bijleggen. Nou, dat werkt dus kennelijk nog niet in ieder geval. Is 3 maanden geleden ingesteld. Wij gaan het hebben over omscholen, over jezelf bijscholen. Want we gaan naar een flexibele arbeidsmarkt. We moeten langer doorwerken met z'n allen. Dus dan moet je ervoor zorgen dat het ook een beetje leuk blijft. Gaan we het over hebben met Roger van Bokstel. Hij is van de denktank Een Leven Lang Leren. We hebben een verhaal van een bankier die de zorg inging. En we hebben een coach die vertelt hoe je zelf flexibel blijft en voor scholing zorgt. Als er bijvoorbeeld op de werkvloer helemaal geen geld is, want er wordt natuurlijk hartstikke veel bezuinigd op al die potjes. Dankjewel, Petra Grijze, straks met BNR Carrière om 2:30. Dit is BNR. Wij hebben het nog over mijn stelling: Buma Stemra moet een toontje lager zingen. En dat naar aanleiding van het bericht dat Buma Stemra misschien van plan is om per volgend jaar geld te vragen aan bloggers en mensen met bijvoorbeeld een Hives-pagina die muziekjes van YouTube op hun pagina zetten. Dat zou dan gaan om 130 euro per keer. Ik heb hier een auteur aan de lijn, meneer Wendt uit Tiel. U hoorde meneer Van Voort net zeggen, ja, wij beschermen die auteurs, de componisten en de artiesten. Maar u zegt, ik ben auteur en ik heb nooit geld verdiend met Buma. Nee, dat is niet wat ik zeg. Ik ben auteur. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Ik ben auteur en een kleine auteur. Ik heb ooit wat geschreven. Ik ben ingeschreven bij Buma Stemra en die vertegenwoordigen mij. En ja, als wij geen geld verdienen met het schrijven van liedjes, ja, dan gaat Londen natuurlijk wel heel gauw vanaf. En volgens mij maakt u in uw programma een verkeerd onderscheid tussen muzikanten en componisten. Hè? De ene die voeren uit wat de anderen schrijven en waar meneer Voorts over heeft, gaat over de mensen die de creatie leveren waar andere mensen plezier van hebben en die de muzikanten te horen moeten brengen. Ja, en wat vindt u van dit plan van Buma Stemra om mensen met een Hives-pagina bijvoorbeeld een rekening te sturen? Nou, het lijkt me een zeer administratieve, zeer lastige, laten we zeggen een grote uitdaging. Maar het lijkt me volstrekt terecht dat er betaald wordt als er door een creatie van iemand anders aandacht wordt gevraagd op een pagina. Ja, dat is logisch. Oké, nou dit is mooi, want nu hebben we dus 2 tegengestelde meningen. Dat is altijd handig bij een discussie. Ook aan de lijn, Ot van Dalen, directeur van Bits of Freedom. Dat is een organisatie die zich inzet voor de bescherming van digitale burgerrechten. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is volstrekt logisch als mensen die muziek op hun eigen website zetten daarvoor moeten betalen aan de Buma Stemra. Want Buma Stemra kan dat dan weer teruggeven, gedeeltelijk, aan de componisten.
Ja, nou, laat ik vooropstellen dat Bits of Freedom niet ertegen is dat geld wordt uitgekeerd aan muzikanten, of dat muzikanten op een andere manier aan hun brood verdienen. Waarom dit zo'n problematische regeling is, is omdat volstrekt niet is nagedacht over de implicaties die het heeft voor internetgebruik. Trouwens, excuseer voor het achtergrondgeluid, ik zit in een trein. En volstrekt niet is nagedacht over of dit wel goed is voor muzikanten. En tegelijkertijd is er juridisch twijfelachtig of überhaupt de vergoeding kan worden geheven. Ja, nou, meneer Van Voort van Buma Stemra, u zei net al wel, ja, het is misschien inderdaad wel waar dat op deze manier artiesten minder publiciteit krijgen. En dat is jammer. Nou, misschien dat ik dat nog even mag aanvullen. Wij hebben voor onze leden van Buma, auteurs-componisten, die ook vaak zelf uitvoerend artiest zijn, de mogelijkheid geboden om op hun eigen website hun eigen muziek te promoten. Maar dan inderdaad promotie van die muziek. Dus... Ja, maar als je op je eigen website iets zet en niemand kent jou, dan zal ook niemand jou leren kennen. Nee, maar zolang het voor promotiedoeleinden is, is dat geen enkel probleem. Ja, juist, en als, juist wel. Ik wil wat aan toe te voegen, dat is natuurlijk volstrekt onvoldoende. Het is juist een recensie die maakt dat mensen bekend worden. En die recensie wordt alleen maar mogelijk gemaakt door het embedden van bepaald materiaal. Ja, embedden betekent dan dat je het kunt overhevelen naar je eigen website. Ja, het is niet eens overhevelen, het is meer van linken naar een bepaalde website. Ja, in ieder geval. Je kunt er naar verwijzen. Ja. Verwijzen, ja. Ja. Maar misschien dat ik u ook nog even, Kees van Voort nogmaals, misschien dat ik u ook nog even een vergelijking kan geven, om het misschien wat duidelijker te maken. Artiesten, uitvoerende kunstenaars, treden heel veel live op, in zaaltjes, in grote zalen, bij allerlei gelegenheden, enzovoort, enzovoort. Die artiesten brengen daar muziek ten gehore die in de meeste gevallen beschermd is, als het gaat om het auteurs- en het componistendeel. Maar er wordt wel betaald, namelijk door degene die het organiseert, de uitbater van zo'n evenement. Want die betaalt aan Buma de Buma-rechten. Nu is het op internet is het zo dat de artiest in feite zelf de uitbater, de organisator is. Nog steeds blijft dan het principe overeind dat die auteur en die componist daarvoor een vergoeding mogen ontvangen. Ja, meneer Eikenaar uit Den Haag die heeft een heel ander plan bedacht, is zelf muzikant. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u mij horen? Jazeker, wat is uw oplossing? Nou, ik heb een soort van bredere oplossing met wat collega's. Ik ben zelf slagwerker en componist. En ik ben op dit moment onderweg naar een studio en ik weet hoe kostbaar het is om muziek op te nemen. En ik weet hoeveel creativiteit erin gaat om muziek te schrijven. En dat zou eigenlijk in de breedte wat beter beschermd moeten worden. Dat is met die digitale snelweg eigenlijk een soort onbegonnen werk geworden. En ik heb bij de politiek een aantal jaar geleden een plan neergelegd wat neerkomt op een internetbelasting. Een maandelijkse belasting van ieders internetabonnement. Dat is geen definitieve oplossing, maar dat zou een soort dweilen zijn met de kraan open. Ja, maar dat zou dan voor iedereen gelden. Dat gaat helemaal ver. Want nu, kijk, dan bent u misschien eerder voor het plan van Buma Stemra. Die willen dat alleen aanpakken bij mensen die muziek, die verwijzen naar die muziek op hun website. Het gaat mij echt te ver dat ik dan belasting zou moeten betalen omdat iemand op zijn huispagina muziek neerzet. Nee, kijk, het punt is, van elke verkochte plaat of track, of titel op dit moment, zijn er, dat was een aantal jaar geleden, waren er dan 20 illegale kopieën van in omloop. Dan wel in downloadvorm, illegaal gedownload of illegaal gekopieerd. Inmiddels is dat meer dan 60, 70 stuks per verkochte titel. Dus er is eigenlijk heel weinig mogelijkheden nog voor producenten. Dat kunnen een partnerspij zijn, kunnen artiesten zelf zijn, kunnen muzici zijn, componisten. Het is voor de hele branche, er zijn heel weinig mogelijkheden om realistisch nog enige grip te hebben op de digitalisering van die muziek. Ja, maar inmiddels is ook wel gebleken dat internet niet per se de vijand hoeft te zijn van muzikanten. Nee, maar dat is ook helemaal niet zo. Oké, mooi. Want helaas zijn we aan het eind gekomen van deze discussie. Hartelijk dank alle luisteraars voor het bellen. En ook dank Ot van Dalen, directeur van Bits of Freedom. En meneer Van Voort, directievoorzitter van Buma Stemra.